Als waarnemend ketenmanager van Veiligheidshuis Gooien Vechtstreek wil ik graag weten hoe je omgaat met de politieke bestuurlijke dynamiek rond veiligheidshuizen. In de politiek-bestuurlijke dynamiek is het allereerst belangrijk dat volstrekt duidelijk is wie de regie voert en dat dan ook daadwerkelijk doet met alles wat erbij hoort. Vervolgens is het heel grote valkuil dat je gaat samenwerken. Samenwerken op een manier die alleen maar gericht is op informatie uitwisselen. Stop daarmee. Maak afspraken en zorg dat daar een sturende werking van uitgaat naar de werkvloer, naar de straat. En vervolgens kun je je verantwoorden op basis van de afspraken die gemaakt zijn. Want de gemeenteraad vraagt ook iedere maand, is er resultaat geboekt? En probeer in die verantwoording niet te komen met de cijfertjes over hoeveel gesprekken je gevoerd hebt en hoeveel overleggen er geweest zijn, maar gewoon daadwerkelijk het verschil te laten zien dat Mohammed er beter voor staat dan eerst. Ben je geïnteresseerd? Kom naar het congres.